Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thuldy. En vandaag zijn we hier weer terug met een nieuwe Creative World. En Damien is er ook. Yay, ik ben er weer. En vandaag is het een hele speciale aflevering, want voor de mensen die het vorige week al hebben gezien, we hebben meegedaan op DDC met een aflevering en daarin hebben wij de kans gekregen van David om een invite te doen. Dus vandaag gaan we daar alles over vertellen, maar eerst gaan we even een kort kijkje nemen hier zo, want hier is een nieuw persoon meekomen helpen aan Amsterdam. Oh. Ja, Luke. Ja. Luke is lekker. Luke is met ons mee gaan helpen. Leuk, yes. Gozer. Dus mocht je hem kennen, hij heeft nog geen buddy gekozen voor het buddy systeem dat eraan zit te komen. Dus ik heb wel gezegd dat hij een goede bouwer moet inviten, want we willen natuurlijk alleen maar goede bouwers in het Amsterdam project hebben. Ja, Amsterdam aan de top. Dus sowieso onze buddies, wij gaan er pas eigenlijk iets over nadenken of mensen daarvoor vragen als het systeem er echt is. Dus dat komt nog en misschien dat we daar ook gewoon een video over maken. Dus dan maak je alsnog kans om onze buddy te komen, want er zijn ook al heel veel mensen die dat vragen. Dus mocht je niet als inviter in kunnen komen, dan heb je nog steeds kans om als buddy erin te komen. Heb je nog steeds kans als buddy. Over de invite gaan we het zo meteen hebben. We gaan eerst even een van deze huizen kijken. Een kijkje nemen. Waar kunnen we het best een kijkje nemen, denk ik? Ik zie hier gebakjes staan, dus dat vind ik wel heel interessant. Dit is de donut shop. Oh my god, donuts. Donuts. Ik werk nu meteen hier, blijkbaar. Oké, dat is goed. Dan ga ik hier naast jou wonen. Nou, maar hier kan ik niet wonen, want dit is alleen mijn werk. Dus hoe kom je hier boven in het gebouw? Dat kan wel niet. Dat kan niet schijnen. Oh. En sommige huizen kun je wel naar boven en sommige secret, huizen niet. Secret, dus het is secret. Heel. Nou ja, het is ook op zich niet erg. Het is wel een leuke winkel. Leuke donutwinkel. Ik heb ook even donuts meegenomen voor ons hoor. Jij mag de roze donut straks. Yay. Oh, hier is nog een huisje. Dit is de dokter. Een klein. Een doktertje. Stukje om te zitten, receptie. En hierboven zou. Dus inderdaad een. Hier word je behandeld. Hier word je behandeld, ja, kleine spreekuut. Ik voel me een beetje misselijk. Ik heb te veel donuts al. Oh, nee. Nou ja, dat ziet er wel leuk uit al inderdaad. Ik vind het ook gewoon leuk om te zien als je omhoog gaat en je gaat op dit gebied kijken. Er zijn steeds minder lege vakjes. Alles wordt één voor één opgevuld. Had jij trouwens ook al een bordje ontdekt ergens die ik had neergezet? En jij wil een huisje van bouwen. Luke die kwam naar me toe en die zegt van, hey Jurgen, die wil een huisje bouwen. Hij heeft ook een boekje ernaast gezet. Een boekje bordje. Ja, een Luke bordje. Ja, hier ga ik een huis bouwen. Helemaal zelf. Oh. Ja. Helemaal zelf? Helemaal zelf. Helemaal zelf. Ik ga het helemaal zelf doen een keer. Voor zijn eerste Amsterdamse huisje die hij helemaal zelf gaat maken. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. het komt vast wel goed. Maar voordat we de invite gaan doen, Damien, was er nog iets wat jij wilde laten zien? Het nieuwe deel. Klopt. Ik ben vandaag bezig geweest met het gebied, de Dam. Dus met Paleis op de Dam. Binnenkort ook Madame Tussaud, die daar natuurlijk staat. Waarop wij natuurlijk kijkers als wassenbeelden in Madame Tussaud kunnen gaan zetten. Yes. Hartstikke tof. Maar eerst zijn we bezig gegaan aan het paleis. Nou, niet we, jij. Ja, ik, ook goed, ik. Ja, anders denken mensen weer dat ik ook alles bouw. Dat is niet zo. Maar nee, jij doet helemaal niks, dat is waar. Nou, dat is ook weer niet zo. Ik doe wel iets, maar ik doe vooral in de afleveringen dingen bouwen. Ja, dat is waar. Niet zoveel tussendoor, want ik heb zoveel andere dingen te doen. Maar dat weten mensen. Als je meer video's kijkt, dan weet je wat tussendoor nog doe. Maar dit ziet er al wel heel tof uit, moet ik zeggen. Het is wel tof om nou eindelijk een echt groot ding te hebben. Want dit is de eerste soort eye-catcher die echt uit Amsterdam komt die wij hebben dan. Ja, de molen was op zich ook nog wel... Ja, de molen is wel een eye-catcher, maar dat is nog niet echt een groot ding. Ja, oké, het is wel iets waarvoor buitenlanders naar Nederland komen, maar... Ja, dat is Dit is echt iets, een bezienswaardigheid waar je denkt van, oké, yes, daar wil je naartoe. Tenminste, denk ik. Kijkt wel heel mooi naar de achterkant, moet ik zeggen.
Ja, nee, de achterkant. Ik vind een mooie achterkant. Jurgen is nog niet zo gewend om met Amsterdam dingetjes te doen. Ik ben nu nooit in Amsterdam geweest. Ik heb dit gebouw nog nooit gezien. Dat de andere kant er net zo goed de voorkant kunnen zijn. Ik weet niet of dat een compliment is of een hele zware belediging voor jouw bouwkunsten, maar... Maar daar was de straat... Het enige verschil is letterlijk deze ingang. Daar was de straat en hier niet. Dus daarom was ik daar. Ja, maar hier komt ook een gigantisch plein en dat plein heet de Dam. Ja, ik dacht dus dat er een... letterlijk een dam? Ja, ik dacht dat er ergens een dam moest komen. Ik ben nooit in Amsterdam geweest. Ik bouw alleen met je dit mee, maar ik had echt het idee van... Oké, we gaan een dam... bouwen, de dam! Wij gaan eens een keertje gezamenlijk naar Amsterdam. Ja, wij moeten echt een keer naar Amsterdam. Wij gaan gezamenlijk naar Amsterdam. Dit is zo erg. Ik bouw Amsterdam naar, ik ben er nooit geweest. Ik snap al die dingen niet. Als mensen zeggen, ja, de dam. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik dacht toch gewoon dat het een dam was in Amsterdam. Die ze de dam hadden genoemd. Weet je, binnenkort heb ik mijn vakantie. Wie weet kunnen we dan misschien nog... Ja, misschien kunnen we dan een keer een dagje naar de dam gaan. Dan gaan we lekker naar de Dam, naar mijn vakantie. Naar Amsterdam. Maar, Damian, we gaan eventjes een leuk plekje, een terrasje opzoeken op het plein. En dan gaan wij het eens even hebben over hoe mensen een invite kunnen winnen. Ja. Waar gaan we zitten? Gaan we bij Le Chef's of gaan we bij de Italiaan? Ja, de Italiaan heeft alleen koffie en ik heb van koffie. Ja, ik heb onze donuts bij, dus ik hoop dat we die mogen opeten. Ja, laten we hopen wel. Ja, als jij mij een donut geeft. Oh ja, dat is je donut. Ja, mijn donut. Nou, dan gaan we gezellig zitten hier. We zijn zo eigenwijs, wij nemen gewoon de 4 plaats. Wij nemen 4 persoons. Ik pas niet in het bankje, maar we hebben al te veel donuts. Maar Damian, wat moeten mensen allemaal gaan doen om een invite te winnen? Wat is heel belangrijk daarbij? Stap 1. Is, denk ik, hun Minecraft-naam. Heel belangrijk. Minecraft-naam, gewone naam, leeftijd, motivatie in de comments achterlaten. Yes. Lijkt mij een hele verstandige. Dat is een hele goeie. Dan sowieso even abonneren en video liken. Dat is ook een hele goeie. En stuur ons op Twitter, @edeldier of @duncan, het liefst, @duncanbuilder. Het liefst allebei, dat je even een... Ja, het beste is om ons allebei te taggen. Amsterdamse huisjes. Ja, wel opletten, allebei taggen is het beste. Want dan zien we ze allebei meteen. Hoeven we niet elkaar dingen te gaan sturen. Dus @edeldier, @duncanbuilder. Alle informatie staat ook in de beschrijving. Zorg dan dat je ook laat weten. Als je bijvoorbeeld, als je in je YouTube hier in de reacties iets achterlaat, zet je Twitter erbij. Dan weten wij wie bij wat hoort. Is ook heel verstandig. Heel verstandig. Want als je dat Twitter goed doet... Mocht jij geen Twitter hebben, ik heb op de... een van de vorige video's heb ik gezien dat iemand... Gizamo afbeeldingen, linkjes achterliet. Zou eventueel ook kunnen. Ja, Gizamo dingen kan je volgens mij ook af. Dus je bent niet verplicht om Twitter te hebben. Want dat nee, dat zo snel. Je kan inderdaad ook Gizamo's maken en dan... kan je die, als het goed is, ook in je reactie gewoon... Als je er maar screenshots bij doet van iets wat je zelf hebt gebouwd. Wat ook kan, is dat je het op de DDG plot server bouwt. Dat kan ook. Ja. En dan moet je ook screenshots sowieso sturen. Wij komen erachter als het van internet is, hè? Ja, dat ziet Duncan meteen. Duncan kent alles. Want Duncan maakt alles wat op het internet staat, dus... Ja, dat is. Het is allemaal van Duncan. Alles van Duncan. Nee, dus... maar we merken het wel, ook als jij eventueel hier als in feite bij zou komen... en wij merken dat jij het gewoon niet doet wat jij zou moeten doen... kunnen we net zo goed weer aan David vragen of die eraf gegooid kan worden. Yes, dan dus hebben we net zo snel /ban als je /gewitelist bent. Dus zorg gewoon dat je eerlijk bent. Stuur iets in wat jij hebt gemaakt... maar we zoeken dus echt een invite voor Amsterdam. Niet zomaar voor je eigen project. Echt Amsterdam. Echt Amsterdam. Als je daarnaast nog ergens anders mee wil gaan helpen, dat kan. Maar als je maar meehelpt ook aan Amsterdam. En als je maar elke keer wel iets weer meehelpt hier. Want we willen gewoon zorgen dat Amsterdam gaat groeien. Het is een heel mooi project op deze server. En we willen zorgen dat het gewoon elke keer weer groter wordt en toffer wordt. En daar hebben we gewoon meer mensen voor nodig. Ja, zeker. Dus... ja, zoals ik zeg, abonneer, like button. Reageer. Met de 200 likes, jongens, gaan jullie hartstikke hard de laatste tijd. We hebben vandaag, het is vandaag zondag als we dit opnemen.
De aflevering was online en binnen 2 uur waren die 200 likes gehaald. Dus ik denk dat het vandaag ook weer goed gaat zonder dat we het hebben gevraagd aan het begin van de aflevering. Maar ja, als dat dus gebeurt, zo vaak mogelijk een aflevering. Vandaag dus een hele speciale, want vandaag is de eerste invite die wij doen. Jij maakt de kans op in de reacties. Oh nee, in de beschrijving staat dus wat je precies moet doen. Dan kan je een reactie maken en precies achterlaten wat je moet doen voor die invite. En wie weet ben jij over een aantal afleveringen wel gewoon hier bezig. En misschien zelfs zit je in de aflevering. Dat zou zomaar kunnen. Dat, ja. Dat zou zomaar kunnen. Dus ik wens iedereen heel veel succes. Ga lekker aan de slag. Ik denk dat we het over een weekje bekend gaan maken. Dus wij nemen dit op zondag op. Ik denk dat we volgend weekend ongeveer gaan kijken wat of wie het wordt. Dus dit komt op dinsdag online. Dus je kan vandaag aan de slag gaan. Zolang jij maar voor zondag iets instuurt, dan telt het nog. Ik denk dat we dat het beste kunnen afspreken. Want dan weten dan mensen ook. Dan hebben ze in ieder geval de tijd nog. Ja, dan heb je ongeveer een weekje de tijd. Dus waarschijnlijk. Een weekje tijd kun je wel 3 huisjes. Ja, precies. Maken om te laten dus, zien. Dus waarschijnlijk. Dat moet lukken. Waarschijnlijk kiezen wij maandag of dinsdag dus. Volgende week maandag of dinsdag kiezen wij de winnaar uit. En dan maken we daar weer een video over. En dan nemen we contact met je op. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie inzendingen. Ik denk dat Damien ook heel erg benieuwd is. Zeker, zeker. Dus ga lekker aan de slag. Vond je dit een leuke video? Vergeet dus niet dat duimpje omhoog te smashen. Abonneer, reageer. En wil je meer van ons zien? Dat kan natuurlijk gewoon door op het kanaal te klikken. We doen nog veel meer bouwdingen. Andere coole dingen. En we gaan er vandoor. Tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Lang geleden dat ik ze gezien heb. Waar heb ik ze gezien? Wachters! Wachters, kijk eens even allemaal naar mij. Eruit. Jullie moeten er allemaal uit. Eruit. Kom op, eruit. Eruit. Goed zo.